In het millenniumproces wacht de juryleden een zeer zware taak. Free Palmers wordt beschuldigd van 2 moorden. Haar beste vriendin Brechtje Vindvogel, 18 jaar geleden, en haar dochtertje Roos. Ik weet dat jij je dochter daar straks de keel hebt proberen over te snijden. Ik ga je pakken. En dan zorg ik ervoor dat jij voor jaren een bakje gaat. Ik heb domme dingen gezegd. Ik heb domme dingen gedaan. Maar de politie heeft nooit niet verder gekeken dan dat. Ze hebben alles gebruikt om mij vast te steken, alles. Free, wat is dat? Ik zeg alleen maar dat de politie dat niet heeft onderzocht. Is het waar dat het onderzoek dat jij 16 jaar lang gevoerd hebt nooit werd weerlegd? Jij wilde Free Palmers in de gevangenis. En daar had jij alles voor over. Free, jij kon van niemand niks meer verdragen. Ik heb zelf gezegd dat als iemand te dicht bij Roos zou komen, dat je serieus zou verweren. Dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Allemaal! Ik hoef deze nuances van die klootzak niet te pikken. Gelooft jij dat Free Palmers de moord op Brechtje Vindevogel heeft gepleegd? Is dat hier voor flauwekul? Ik denk niet dat ik de juiste mens ben om te oordelen over iemand anders.